Laatste vraag. Wat is het grootste gevaar op ruimtelijk ordeningsgebied wat er in Landsmeren kan gaan gebeuren nu jij de zaak niet meer in de hand hebt? Nou, ik denk dat je me dan veel te veel invloed of hoe noem je dat, deskundigheid of alles, of van een combinatie van dat alles toedicht. Kijk, wat er wel gebeurd is, denk ik, hè, je zou ook kunnen vragen van wat heb je nou zelf bereikt of waar ben je trots op? Nou ja, ik denk dat er een aantal dingen wel in gang gezet zijn. Die gewoon toch een tijdje stil lagen of die controversieel waren. Nou, ik denk dat daar nu wel duidelijkheid over is. Dan heb ik het over het breekproject. Daar is toch redelijk duidelijk hoe we daar nu mee verder gaan. Liondex Zuid staat op de rit. En het ergste wat ik zou vinden is als men allerlei zaken opnieuw, hè, waar men, vind ik, toch goed over heeft nagedacht, opnieuw ter discussie zou stellen. En in feite dat weer helemaal van voren van zou. Welke? Nou ja, dat zou je bijvoorbeeld, in theorie zou je zoiets toch nog met het breekproject kunnen doen. Nou, dat lijkt me heel onverstandig. En ontsluiting zegt naar Amsterdam, een tweede? Ze hebben het altijd over een derde, geloof ik. Ja. Ja, nou, ik denk dat de politiek daar inmiddels van gezegd heeft dat we het daar maar even niet over moeten hebben. Het ligt heel gevoelig. Nee, wat vind jij? Wat ik vind. Moet hij er komen? Nou, ik vind dat er in ieder geval. Laat ik het zo zeggen. Ik weet dat er allerlei gevoeligheden liggen. Ik begrijp ook altijd die bewoners. Ik vind dat hij er zou moeten komen. Als duidelijk zou zijn dat daar echt een noodzaak ligt. Okay. En wat ik dan een probleem vind, of jammer vind, is dat we daar altijd heel krampachtig over doen. En dat we dan bijvoorbeeld ook helemaal niet daar nog eens goed naar kijken. En het eigenlijk niet eens zouden mogen onderzoeken of over mogen praten. Okay. Dan staan er allerlei. Bebouwing van het Landsmeerderveld? Bebouwing van het Landsmeerderveld? Ja. Gevaar voor Landsmeer of een. Een deugd? Nou, ik denk dat een heleboel mensen dat zullen opvatten als een bedreiging. En ben jij? Nou, ik denk zelf dat. Ik kijk daar genuanceerd naar. Ik heb ook gelezen wat de PvdA-fractie daar nu over zegt en over vindt. En ik kan ze daar, heel ver in volgen. Met andere woorden, je moet je toch zoveel mogelijk beperken tot de rode contouren. Dus een heel grootschalige ingreep in het Landsmeerderveld. En dan denk ik maar aan stroken langs de ringweg. Dat zou niet mijn ambitie en okay. Dat zou niet mijn voorkeur hebben. Maar ja. Wat ik bijvoorbeeld wel vind is, als je het over de leefbaarheid hebt van het dorp Landsmeer, en daar hoort dan ook een dorp als Purmerland bij, dan vind ik nog steeds dat je ook de mogelijkheid om heel bescheiden en op een hele zorgvuldige manier en ook rekening houden met belangen van omwonenden, dus misschien wel niet op de plek waar sprake was, ja. Maar op een hele andere plek. Misschien wel bij het voetbalterrein en verplaatsen en dat soort dingen. Dat zou ik als mogelijkheid toch uitdrukkelijk open willen. En bouwen in tweede linie als beleid? Moet je in mijn ogen niet krampachtig over doen. Oké, moet kunnen. Binnen de rode contouren. Bouwen in tweede linie, dat wil zeggen. Diepe erven in de achtertuin, zoals waar we nu staan. Wel 300 meter, daar moet een woningje kunnen staan voor de ouders van de mensen die daarvoor wonen. Dat is tweede linie, ook een omstreden punt. Cornelis, we komen elkaar nog wel tegen. Je zult nog wel eens nadenken waarom je er goed of slecht aan gedaan hebt om te stoppen. In ieder geval, voor jezelf moet je maar uitmaken. Heb ik er veel van geleerd en wat ga ik ermee doen? Veel succes in je toekomst. Dankjewel.